Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus: AZP zet stappen verder in modernisering dienstverlening, grondconversieunit per 1 november operationeel, FAO blijft agrarische sector onverkort steunen en Haitiaanse coöperatie ontvangt grootse landbouwgrant. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is vast van plan de dienstverlening aan de samenleving te moderniseren. Hiertoe worden ook de nodige stappen gezet. Op dinsdag 31 oktober is er een nieuw operatiekamercomplex in gebruik genomen en tegelijkertijd het startsein gegeven voor de rehabilitatie van de westelijke vleugel. Op deze manier wordt verder invulling gegeven aan het Health System Strengthening Project. President Chandrika Prasad Santokhi legde bij deze gelegenheid de nadruk op goede en toegankelijke gezondheidszorg voor een ieder. We hebben niet zomaar vandaag deze dag, en u hebt het benadrukt, directeur. Het team inderdaad, ik ben ook afzonderlijk in contact met het veld. En het was inderdaad een droom. En velen vroegen zich af of het inderdaad nog zo gaat lukken. We hebben ook vanuit de regering alles op alles gezet vanaf het begin van ons aantreden om te kijken naar prioriteit en belang en urgentie van de diverse projecten. En ook al complex is één van ze. Er zijn meerdere projecten die lopen. Ik kan één noemen. Op 9 januari dit jaar, 2023, hebt u mij een brief gestuurd voor de liftenhal. En ik mag met trots zeggen, president, dat het ministerie van Financiën nu al de betaling heeft verricht van bijkans 375.000 US en 180.000 euro voor de liftenhal. President, we hopen dat de constructie ook vlot verloopt en dat we in juli volgend jaar de opening kunnen hebben, het gebruik kunnen nemen. De lift, de echte patiëntenlift. Laten we meer investeren in de human capital. Gebouwen zijn mooi, gebouwen zijn prachtig. Die moet er ook zijn, maar die human capital, dat zijn jullie, dat we daar ook moeten investeren. Opleiden, training, rechtspositie, financiële rechtspositie. En tegelijkertijd, waarvoor werken we uiteindelijk? Voor die samenleving. Dat die samenleving goed beschermd is en de samenleving tevreden mag zijn. Maar ook die samenleving haar verantwoordelijkheid gaat uitstralen door gezond te leven. Gezonde voeding te gebruiken en die healthy lifestyle principes ook in acht nemen om te zorgen dat gezondheidszorg goedkoper wordt en dat ook zij een gezonder leven kunnen leiden, want we hebben elke Surinamer nodig om het land te ontwikkelen. Gefeliciteerd allemaal met dit project en laat dit project een bijdrage leveren aan het nog gezonder maken van onze samenleving. En elk leven wat u kunt redden, zal bijdragen aan die economische ontwikkeling, aan de productieve ontwikkeling van ons land. Om burgers meer rechtszekerheid op hun grond te geven, heeft de regering besloten het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom integraal per staatsbesluit vast te stellen.
Ter uitvoering van dit staatsbesluit is er een grondconversie-unit in het leven geroepen voor de duur van een jaar, welke reeds door president Santokhi is geïnstalleerd. Deze unit zal per 1 november landelijk operationeel zijn. De communicatiedienst Suriname sprak de woordvoerder van de president, Sherlick Lilienthal, hierover. Grondconversie is het omzetten van grondhuur- en erfpachtpercelen tot eigendomspercelen. Dat wil zeggen, het is uw eigendom. U hoeft dan niet meer te verlengen, u hoeft geen jaarlijkse kosten meer te voldoen. Het is uw perceel. Dit geeft een stukje rechtszekerheid. De burgers die percelen bezitten tot een maximum van 2500 vierkante meter, die betalen 25 SRD per vierkante meter. Dus heeft u een grondhuur of erfpacht perceel, dan kunt u dat tot eigendom converteren voor het bedrag van 25 SRD per vierkante meter. Dus 150 vierkante meter, dan wordt het 150 maal 25 SRD. En dat is om de kleine grondbezitters tegemoet te komen, om het makkelijker te maken om gronden om te zetten tot eigendom. U kunt uw eigendomsperceel vervolgens ook als onderpand zetten om een lening te kunnen nemen. Om misschien uw woning te bouwen. Om dit proces ook te versnellen. Om dit proces te begeleiden. Is er een grondconversie unit in het leven geroepen. Deze unit bestaat uit deskundigen. Die kennis hebben van het vak. Die al te maken hebben met grondzaken. En zij worden dus belast met het behandelen van de aanvragen en het begeleiden. Het doel is om elke aanvraag binnen 2 maanden af te handelen. Dat wil zeggen dat het niet te lang mag duren. Alle aanvragen moeten zo spoedig als mogelijk afgehandeld worden. En de geschatte periode is 2 maanden. In dit proces zijn ook betrokken het ministerie van OW, het ministerie van GBB en de notarissen. Dit is echt voor de kleine grondbezitters. Tot een maximum natuurlijk nogmaals van 2500 vierkante meter. En hierover komt er veel meer info de komende periode op alle niveaus. Dus de regering zal ervoor zorgen, de communicatiedienst zal ervoor zorgen dat elke burger van op de hoogte is welke stappen te ondernemen om uw stuk grond om te zetten tot eigendom. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties blijft de agrarische sector in Suriname onverkort steunen. Binnen het Suriname Agriculture Market Access Project is er op dinsdag 31 oktober wederom een partij landbouwequipment aan grote en kleine ondernemers in de sector overhandigd. Wij spraken Erik Ceballos, Chief Technical Advisor van FAO SAMAP, en Gillian Smit, FAO-vertegenwoordiger voor Guyana, Suriname en Trinidad. I think it feels 42 degrees outside. But with all of you together here, the temperature went even higher. It's a hot, but it's a good day. It's a good day because finally you are seeing coming to you the results of your own effort. Yeah, the SAMAP project's been operating in Suriname for almost 4 years now. And one of the main goals is to build the capacities of the agriculture sector to produce more, produce with quality, and expand market opportunities. One way to do that, supporting farmers with equipment, machinery,
and other services that they need in order to increase productivity and to improve the production of their fields. Today, we are pleased to advance one step further in that process. We are delivering equipment, as you can see, two-wheel tractors that are appropriate for the conditions and the soil of the different districts in Suriname, and for the small agriculture, small farmers. More than 45 farmers are benefiting today. With this equipment, they are completing the full set of investments they were receiving from SAMAP in the past months, and they are in a position to implement their projects from now on to improve the production of vegetables, fruits, cassava, other tubers and non-timber forest products. En dit alles wat u hier ziet, waarvoor u in aanmerking bent gekomen, moet u in dat totaalkader zien. Ondersteuning naar u toe, de besten eruit halen, hun die ondersteuning te geven, dat jullie door kunnen gaan. Want anders gaan we op elkaar blijven wachten en we gaan niet al te ver komen. Maar met elkaar, een eenheid welke nu alsmaar groter moet worden. En vooral, u moet vooral uzelf gaan specialiseren in bepaalde producten, uzelf trainen daarbij. Wij zijn er altijd, we zijn beschikbaar voor de alle nodige ondersteuning zoals eerder aangegeven. Ik wil u feliciteren met datgene waarvoor u vandaag in aanmerking bent gekomen. Maak er goed gebruik van, zoals de vorige sprekers dat hebben gezegd. En laten wij een trapje hoger opgaan in de ontwikkeling van de agrarische sector. Want de potentie ligt hier. In het hele Caribisch gebied. Ik heb een paar dagen geleden de IDB hier bij mij gehad. En hun accent ligt op food security. Voedselzekerheid. Er is nu al een enorme schaarste aan voedsel. Maak er goed gebruik van. De prijzen zitten heel goed internationaal. Ook lokaal door de schaarste. En zijn de prijzen redelijk goed. Het is nu tijd om erin te stappen. En ik denk dat als zo doorblijft en voedsel gaat schaars blijven, dat wij een gouden toekomst tegemoet gaan. Dank u wel voor uw aandacht. So today I'm happy to be here and very fortunate so that I can witness the handing over of these instruments and these machinery that you see behind you to 39 beneficiaries under the SAMAP project. This project is a game changer for agriculture in Suriname, particularly for small farmers. The ability to be able to mechanize the work that they do is going to have a lot of labor saving, it's going to increase their productivity, and it's going to help these small farmers to be more competitive and produce healthy, affordable food that is more competitive on the local and hopefully export markets. I will let the FAO know that Suriname is taking the SAMAP project and it is moving very well with it, and that we are going to see some very bright things from Suriname in the near future. De coöperatieve vereniging der Haitiaanse Agrariërs Suriname is in aanmerking gekomen voor een grote grant binnen de FAO SAMAP Matching Grant Facility. De organisatie heeft op dinsdag 31 oktober symbolisch een deel van de partij van 7 tractoren en 10 ploegmachines in ontvangst mogen nemen. Voorzitter Manicel Simon toonde zich ingenomen dat de boeren voor hun hard werken beloond worden. Hij sprak zijn dank uit aan de FAO en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Secretaris Marjorie Simon zegt het volgende. De coöperatieve vereniging der Haitiaanse agrariërs in Suriname is in aanmerking gekomen voor een SAMAP grant. En vandaag zijn we hier om een deel van de middelen in ontvangst te nemen. We zijn in aanmerking gekomen voor waterpompen, dus vandaag, en die tweewieltractoren. Vandaag krijgen we een eerste deel en dat andere deel krijgen we op een andere dag. Het is een vereniging van Haitiaanse agrariërs in Suriname. En we houden ons bezig met productie in de agrarische sector.
We produceren diverse landbouwproducten op grote en op kleine schaal, maar we hebben dan besloten ons te bundelen in deze coöperatie. Dus voor de Haitiaanse agrariërs in de coöperatie is dit een very big deal. Sowieso een grote boost voor de productie zelf. En het helpt ook een beetje om de innovatie en efficiëntie in de productie te verbeteren. Ik merk dat jullie heel blij zijn. Ja, heel erg blij. We hebben ook heel lang gewacht op dit moment. En we zijn blij dat we eindelijk zover zijn. Vandaag ben ik blij. En ik wil jullie bedanken om mij in de gelegenheid te stellen om mee te doen. Ik heb wel een vraag. En mi breti, omdat mi absoluut ja die verstandsel aan in Nederlands, mi breti, dacht mi moest mi kan doen mee naar de ontwikkeling DC, omdat 26 jaar, 46 jaar lang, hoe de jaren absoluut aan boodem Europa. En mijn naam call you Giunu Planglong Anowasheng. Planglong Giunu nanga kwiki Anowasheng. Na wang sekelheid tak bredikan de taptafra ala dee. En mijn naam call you to Salananglong lob unu tulik Haitian. Ja, motegi saide ef me oos wang sabati dee. Mitro ya tiki mine plané molo trayali mi kago o sa semti ki san trowe ay gimnyang. Dus uno fousé we want put uskoru ondlo a ekonomi fa kondre fudulan bow mi want tegi a minister grand tangé en mo stelle mo frak minister te o put ala de machine d'ici fouro ko sa wo do nga de product suma o nyandeng. Dit is naar mijn vraag. Nou, nou, wat tien samenleving, 600 sma, zo'n machine kiesi, en mijn karandeel taki, we go roko. 46 jaar lang a chapu, ouluma, no machine kon, je kan follow wak, moro product desu o kon. Suma o nyan de product. Nanga dati me wat tegi ya samenleving, grand tang, en het bisondel a minister. En we go do best. We go take niti make day for oko. We solve go tak no fo nyan nyan det absolut. Sla nambo dang. Dames en heren, dit was Focus. Wij danken u voor uw aandacht. Goedenavond.